Voor ik deze video begin wil ik jullie even vragen of jullie even allemaal op de like-button en de abonneer-button kunnen drukken. Kunnen wij bij deze video de 75 likes halen? Ik hoop het wel, dus let's go. Hey gasten van het gamekanaal, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. En vandaag gaan wij weer op pad als Rijkswaterstaat. Dus let's go. We hebben trouwens een extra schouder mee of zo. Ik weet niet, die meldt zichzelf aan om mee te doen. En we hebben hier nog iemand die meedoet. Kijk, ja, weet je, de verkeersregelaar en opleiding blijft toch de beste. Dus we gaan de dienst starten. Let's go. Oké, dan zitten we met z'n drie in de auto. Ik heb trouwens deze auto gejat. Dit is niet mijn auto, maar ja, hij is hartstikke mooi. Sirenes doen het. En even kijken, de Amber, die doet het ook. Bordje kunnen we niet bedienen, want daar zit al iemand. Dus let's go. Ik zeg wel heel veel let's go trouwens vandaag, maar dat maakt niet uit. Ja, we gaan gewoon even een rondje rijden over de snelweg in de hoop dat er een melding binnenkomt van steen op de weg of zo. Ik had trouwens aan jullie gevraagd, vorige Rijkswaterstaatdienst. Die stenen op de weg, hè, moet dat prio 2 worden of is dat gewoon prio 1? Blijkbaar moet het echt prio 2 worden. We hebben iemand in ons. Lekker dan. Lekker band en lekker band 2. Oké, wel flexe autootjes dan, maar niet zo heel flex dit. Dat begint zeker lekker, maar dat maakt niet uit. Oké, we gaan er wat moois van maken. We gaan... Er sprong iemand uit. Snelweg buitenbaan, steen op de weg, prio 1. Ja, we hebben een melding, maar er moet even iemand instappen. Let's go. Nou, aangezien jullie zeiden dat het prio 2 was, doen we gewoon alleen de zwaailichtjes. Ik vind het mooi genoeg. En misschien dat we zo meteen wel even de sirene doen. Oh, deze mensen, jongen, echt waar. We maken er gewoon een prio 1'tje van, dan mogen we lekker zo hard als we willen. En dan zijn we van die gasten af. Goed, we zijn een paar minuten verder en we gaan gewoon door naar onze spoedmelding. Ik zie hier een melding binnenkomen die niet voor ons is. We gaan nog steeds naar de steentjes op de weg. Daar waren we naar onderweg. Thuis was een prio 2 melding. En aangezien die gasten niet meer achter ons aan zitten. Doen we alleen nog even de zwaailichtjes aan. Dan vind ik het helemaal mooi. Dus we gaan daarheen. Het was ter hoogte van de Shell, geloof ik. Nou, ik begrijp ook dat er zo een mot aankomt. Daar waren we even mee bezig. Maar dat is mooi. Oh, wat is hier gaande dan? Het was een autobrandje volgens mij. Goed, nou, we zijn hier aangekomen en ik zie daar al een Rijkswaterstaatautootje staan. Dat is jammer, dat was onze melding. Alleen, we zijn dus weer verpest. Spijtig dit. Spijtig. Hij hoeft er nog maar eentje. Nou, weet je, houden we het even hier zo. Jammer. Door naar de volgende melding. Ik had het wel wat leuker ingeschat eigenlijk, maar goed. Het is wat het is. Zo. Hij mag zelfs zijn pionnetjes en zijn troep weer opruimen. Wij gaan er weer van tussen. Gaan we hier zo naar rechts, pakken we even de N-weg op en dan gaan we even kijken daar zo. Aangezien daarboven een collega gewond ligt, daar zo in de ambu, kunt zien. Gaan we het even hier zo afzetten, zodat de ambu het in ieder geval netjes kan regelen. Want we hebben niks te doen, dus dan maken we zelf maar even de melding. Hè. Hop, kijk. Hoppa. En zo. Nou, mooi. Dan kunnen we nu even naar boven om even te kijken hoe het met onze collega gaat. Meneer Loekie Loek heeft gewoon 1 miljoen op zijn rekening. Waar is mijn 300.000, zodat ik mijn auto kan kopen, de RS6? We gaan dat hem zo eens even vragen. Nou, eens even kijken hoe het met onze collega trouwens gaat. Nou, volgens mij gaat het niet helemaal goed. Ik hoor het woord operatie voorbij komen en een dia. Nou, ze gaan hem op de brancard tillen. Nou, dat is niet helemaal goed. Tillen op 3. Nou, dus dan gaan ze 1, 2, 3, hop, en hop. Kijk, hij ligt. Nou, de ambu in, hop, yes. Ondertussen staat hier, dit wordt afgezet, terwijl dit is daar afgezet, en dit wordt er afgezet, terwijl dit heeft geen toegevoegde waarde, hè. Je mag nog wel, zeg maar, de snelweg eraf. Of wat is dit? Erop. Ik weet niet. Huh? Dit is erop. Dat mag nog wel. Oh, A1 voor directe operatie naar schotwond. Maak je gereed. Nou. Helemaal tof. Ondertussen wordt hier even een burger ingerekend. Even inzoomen hoor. Wacht even. Kijk. Hoppa.
Oh ja, wat een topkwaliteit. Ja, we hebben scanteken, Ojo, ojo. Kijk, daar zo staat onze auto. Die kun je zo heel slecht zien, maar zo... Kijk. Nu hebben we de achtervolging in beeld, jongens. Daar gaat hij. Oh. En eentje met een... staan ze hier allemaal met die dingetjes in hun hand, jongen. Nou, we gaan lopen naar onze auto. Let's go. Oh ja, we gingen Loekie nog eventjes vragen waar mijn... Waar mijn 300.000 was voor mijn RS6. Nou ja, ik hoef ondertussen nog maar 150.000. En dan gaat de brandweer... Oh, ik wil ook zo'n ding kunnen besturen, jongen. Suus, waar is mijn 150k voor de RS6 dan? Oh, wij zijn trouwens echt dom. Ik ben echt dom. Maar ik heb... Ik heb de afrit afgesloten. In plaats van de oprit. Ah, dat maakt niet uit. Dat maakt echt helemaal niks uit, joh. Heb je titel? Ja, is goed. Is goed. Binnenbaan, snelweg, ongeluk, man bewusteloos. Nou, top. Prio 1. Ga. Gas. Binnenbaan. Gas erop. Ik heb 1 euro gekregen. Hoppa. Gas erop. Ja, met de sirene. Dat duurde eventjes, maar hij heeft de sirene uitgevonden. Dat is ook weer iets totaal nieuws voor hem, hoor. Dat weet hij ook helemaal niet. We zitten trouwens met z'n 4 in een Rijkswaterstaatauto. Dat maakt helemaal niet uit, joh. Dat is een beetje onrealistisch, maar voor vandaag kan het. Daar gaan we, hoor. Vol gas naar de binnenbaan. Ongeluk, man bewusteloos. We halen zelfs de brandweer in. Kijk, hier is het. Ernstig ongeval. Oh, bijna de brandweer geraakt. En hop. Nou, top. Zij plaatsen de pionnetjes wel, denk ik. Nou, ik zal ze wel even meehelpen. Even zo, even de pionnetjes plaatsen. We kunnen ook gewoon de hele weg natuurlijk al afzetten. Wacht, trouwens, we lopen heel gevaarlijk. Zo, oh, ja. Als jij die pionnetjes doet, doe ik het daar zo. Ja, hele crash. Oh, we zetten zelfs de overkant af. Sporenonderzoek sowieso. FOA. Kijk hoe erg dit is afgezet dan. Oh, gamecheck. Oké. Hey, we kunnen hier gewoon typen. Maar dat kan niet. Ik dacht, misschien kunnen wij typen als notitie. Maar dat kan niet. Nou, we zijn doodgeschoten. Nou, goed, we zijn weer terug bij het ongeval. Het duurde eventjes, maar we zijn weer terug. De persoon wordt in ieder geval bevrijd, geloof ik. Of hij is al bevrijd. Hij is door de brandweer uit de auto geknipt. En nu neemt de ambu hem zo meteen mee naar het ziekenhuis. En in het ziekenhuis gaan ze dat allemaal verder afhandelen. De brandweer heeft in ieder geval het lichtje op hem geschenen, zodat ze aan de slag kunnen. Ze gaan verder met de borstcompressies. De persoon is dus niet bij kennis. Wij zitten allemaal al in de auto. En wie komt daar nog eventjes aangehuppeld? Daar komt hij, hoor. Jongen. Dan gaat hij achterin zitten. Police gaan rijden. Ja, dat gaat toch niet? Oké, top. Oké. Tempo, jongens, tempo. Buitenbaanbocht. Ik zou niet weten. Oh, jongen, rotte auto's zijn dit. Snelweg buitenbaan, ja, weet ik niet. Bordje in. Goed zo. Alsof die me hoorde. Let's go. Daar gaan we. Prio 1, buitenbocht. Kijk eens. Oh nee, buitenbaanbocht. Nou, gaan we, hoor. Let's go. Even kijken wat het is, dan ben ik zo weer terug. Nou, we hebben het gezien, hoor. We moeten even omdraaien. Even de rotonde met 100 rijden. Nou, aankomst gaat het om een... wat is het? Een Camaro-voertuig. Die is gecrashed. Waarschijnlijk na een achtervolging. Want hij heeft zijn stopteken ook nog gewoon aan. Dus ik denk dat na een achtervolging is geweest dat hij is gecrashed. Ik zie een snee in het voorhoofd.
Oh, ze gaan zo de deur wegknippen, dan is dat helemaal goed. Oké, nou, meneer wordt nu gestabiliseerd door de ambulance. Nou, de wond blijkt best wel diep te zijn. Oh, nou, de brandweer komt hier ook nog even aanrijden, spuit 11. We staan al ruim 5 minuten bij dit ongeval, maar dat maakt niet uit. Nou, top, alles is daar goed afgelopen, alleen het bordje moet even ingeklapt worden, maar volgens mij is die persoon... Oh, ja, is ze wel. Nou, top. En we gaan nu terug naar de Rijkswaterstaatgebouw, zodat we daar de dienst kunnen gaan afsluiten. Dus ik wil jullie alvast heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. En dan hoop ik jullie in ieder geval bij een volgende video weer te zien. En dan zeg ik zoals altijd, laters.